Ja, mijn naam is Remco van Malten. Ik ben sales director voor de Benelux bij MicroStrategy. Oké. Het congresthema van dit jaar is Reinventing Retail. Wat draagt uw organisatie bij het opnieuw uitvinden van de retail? En wat zijn jullie innovaties precies? Ja, dat zijn eigenlijk drie vlakken. Aan de ene kant is dat Big Data Analytics. Ja, daar zijn we van oudsher groot in geworden. En daarnaast op twee vlakken binnen mobile. Aan de ene kant is dat ons mobile commerce platform. Waarbij retailers eigenlijk een quickstart hebben om direct met hun mobiele shop aan de slag te kunnen. En daarnaast natuurlijk ook store optimization. Hè, dus mobiel op de winkelvloer zelf. Dat zijn eigenlijk de drie innovaties die wij op dit moment zien en bieden binnen retail. Oké, we zijn op het moment in de Amsterdam Arena. Waar retail champions rise. Welke retailer is volgens u de absolute kampioen van dit moment en waarom? En misschien in de toekomst, wie zou dat dan worden? Ja. Nou, wij zien zelf Gucci op dit moment als echte champion in retail. Waarom? Zij bouwen eigenlijk rondom mobile. Hè. Een van de thema's die hier nu is mobile. Zij bouwen eigenlijk een compleet nieuwe customer experience rondom mobile. Dus door middel van hun mobile app kun je bijvoorbeeld een advertentie, een foto maken. Op die foto staan bijvoorbeeld artikelen van Gucci zelf en die worden direct vertaald in een wishlist. Nou, vervolgens komt de klant binnen in een winkel en de medewerker in het filiaal, in de vestiging, die ziet eigenlijk welke klant daar binnenkomt, automatisch. En ziet ook meteen welk assortiment, welke producten uiteindelijk die klant geïnteresseerd is. Waardoor dat ze echt heel persoonlijk benaderd kunnen worden. Nou, dat is echt een compleet nieuwe benadering en een compleet nieuwe customer experience. En daarom zien wij die als kampioen op dit moment. Oké. En hoe ziet u dan de toekomst van de Nederlandse retail? En welke rol spelen e-commerce en mobile daar bijvoorbeeld in? Ja, eigenlijk zie je een drietal kanalen op dit moment natuurlijk. Aan de ene kant e-commerce en offline retailing wat dat betreft. En mobile moet eigenlijk een stuk de linking pin eigenlijk tussen die twee gaan worden. In Nederland zie je op dit moment dat de offline retailers online activiteiten zijn begonnen. Maar online retailers uiteindelijk naar de winkelstraat gaan. En ja, daar ergens zal uiteindelijk een balans komen. Waar die uiteindelijk waar het einde is, weten we op dit moment natuurlijk nog niet. Dat mobile daar een belangrijke rol in gaat spelen, weten we uiteindelijk wel.